Katja heeft de twijfelachtige eer dat het wereldwijd een van de grootste spelers is in de kindersexindustrie. Alleen al in de hoofdstad Phnom Penh worden dagelijks rond de 10.000 meisjes uitgebuit als prostituee. Maar ook op het platteland hebben sekstoeristen en pedofielen vrij spel. Voor een paar tientjes kunnen ze hun fantasieën botvieren op veel te jonge meisjes. Wat blijf je dan het meeste bij van zo'n reis? Echt vieze mannetjes. Ja, ik kan er gewoon heel kwaad om worden. Want dat is, als ik hun zie, dan mag ik echt. Die mannen kan ik wel wat aandoen. En dan zie je ze en dan worden ze gemasseerd door kleine meisjes die hun voeten en armen. En dan nemen ze even zo'n meisje mee in een hokje. Nou, ik werd gewoon echt misselijk. Agressie, geweld, angst. En dat gun je niemand. En zeker niet van die kleine, kwetsbare, onschuldige meisjes. Heel veel plekken hier zien eruit als massageplekken waar je dus massages kan krijgen, maar eigenlijk zijn het dus gewoon bordelen. Hierboven al die, zijn allemaal hokjes waar jonge meisjes in zitten en hoe meer je betaalt, hoe jonger het meisje is wat je kan krijgen. Het is voor Jolante vrijwel onmogelijk, want levensgevaarlijk om met een draaiende camera tot de seksindustrie door te dringen. Maar verborgen camerabeelden die in Cambodja zijn gemaakt maken duidelijk dat kinderprostitutie in het Zuidoost-Aziatische land een schrijnend probleem is. Kinderen, zo jong als 7 jaar, worden gevangen gehouden onder erbarmelijke omstandigheden. Mishandeld, uitgebuit en misbruikt door pedofielen en sekstoeristen. Ja, wat is zijn naam? K. K? K. En dit one? G. G. 210 jaar. En dit one? Ja, hij doet het. 7? Alleen Yam Yam is one? 7 Yam Yam, 7 Yam. 7 1 only one time because of it. How much? 7 40 Yam Yam? Bumbum? Bumbum. 50 Bumbum? Yes, 7 1 only one. Bumbum. Yam Yam. Zodra mensen zien hoe die hokjes eruit zien en hoe die straatjes en die kleine meisjes die daar zitten, dan pas wordt het werkelijkheid. In principe hebben mensen het hier goed, ze zijn gelukkig, ook al heerst er heel veel armoede. En door die armoede belanden vooral jonge meisjes tussen de 5 en de 16 jaar in de handen van verkeerde mensen en worden gedwongen in de prostitutie. Lida Van is een meisje die jarenlang gedwongen in de prostitutie heeft gezeten, maar die bevrijd is en die nu weer terug bij haar familie hier in dit dorpje woont. Wij gaan nu bij haar thuis langs om met haar te praten over haar ervaringen. De nu volwassen Lida Van kreeg als meisje van nog geen 10 een baan in de textielbranche aangeboden. Het aanbod liep uit op een nachtmerrie. Ik moet gewoon je mag dan naar je kan de daar mok nang, kun je min pla, je daar me lop, zwaai, loop, me hoop me haan. Je moet dat bij jou de dag nog, je bad weer bad aan je, je moet min baan tot dan naar je haar, zoals ik maar je loop. Did they hit you or hurt you to make you do it? Dat bij je praat voor kaa, je gaat voor tam, je kijkt voor je. Wij jam kabaan, maar ze te halen. Hij keek wij een weetje. Hij keek bak water in jen. Hij keek jok op leuk op jong. How many clients did you get on one day? Ja, 18 lang. Jong kaa, dam dam pijnen. Dat kan je bijna niet voorstellen dat die dan 20 tot 30 mannen per dag, die meisjes, minderjarige meisjes, verkrachten en mishandelden, bijna geen eten, in een zwart hokje geen daglicht zien. En dat wanneer zij bevrijd worden, gewoon weer echt alles ervoor over hebben om het leven weer te mogen ervaren. Om meer te weten te komen over de situatie in Cambodja brengt Jolante een bezoekje aan Steve Morris. Deze Australiër woont en werkt al sinds 2006 in het land. Hij heeft er een bevrijdingsorganisatie opgericht die gesteund wordt door Stop Kindermisbruik. De oud-politierechercheur traint Cambodjaanse agenten om vermiste meisjes op te sporen in een van de vele bordelen in de stad of op het platteland.
Bij één zo'n actie werd ook Lida Van uit handen van haar pooier gered. Steve trof haar en een aantal van haar lotgenootjes onder verschrikkelijke omstandigheden aan. Hi, how are you doing? Good, how are you? Good, thank you. It's probably one of the worst jobs I've actually ever done since I've been here in Cambodia. We had information that there were 16 girls or 17 girls being kept in a brothel on the Cambodian Thai border. We went up there and we found two wooden shacks, probably half the size of this room for each shack. One wooden shack with a dirt floor and a barred window, padlocked, 16 girls locked inside the room. If you go there to choose the girl you want for sex, the pimps and the mama-san would open the padlock door, take the girl out, would then padlock the door again, take me, the customer, and the girl that I've chosen to the next wooden shack, which had a mattress, just a dirty old mattress, would lock you in the room, and then you would have sex with that girl. They would only let you out, and the girl out, if the customer said they were satisfied with the sex. If they weren't satisfied, they would bash the girl, hit them with metal poles. Some of the girls had broken teeth, had bruises here. Stabbed, very, very, very terrible things. That wasn't the worst part. The worst part was when we got back to the police station after rescuing the girls, one of the girls told us that we think that one girl was in the brothel. She had an 18-month-old baby. We haven't seen her for 4 or 5 weeks. She's gone missing. So we went with the whole team back to the brothel. And we dug around the backyard thinking maybe someone's been killed here. And sure enough, we found in the ground buried the 18-month-old baby in a plastic bag. The story was that the owner of the brothel wasn't happy that the baby was crying, scaring away customers. So he bang on the back of the head with a machete and killed the baby. Het is gewoon heel onmenselijk. En dat, ja, het is bijna niet realistisch als je daar bent. Dat, je kan bijna niet beseffen dat het echt gebeurt. Maar het gebeurt echt. Are you happy now? Ook voor kinderen die dankzij stop kindermisbruik bevrijd worden uit de prostitutie is er een toekomst. Hallo. Welkom to Safari Foundation. Thank you. That is our center. Yes. Ze komen terecht in een aantal speciaal daarvoor opgezette opvanghuizen. Oh, that's nice. It's really beautiful. You want a knife? Yes? Okay. Okay. Wow. En hier leren ze eigenlijk om weer een leven terug te krijgen, om bijvoorbeeld tasjes te maken, Engels te leren en om zo aan hun toekomst te werken eigenlijk. Zij helpt mij nu om een tasje te maken, dus ik moet even bij de les blijven. Oké, okay, what are we gonna do now? Je vergeet gewoon even wat er met zo'n meisje is gebeurd. Omdat ze met je gaat touwtje springen en spelen, een tikkertje. En dan denk je, oh ja, dit meisje is 7 jaar, maar dit is allemaal met haar gebeurd. Oké, ik wil een tasje. Het is grappig, want die kinderen hebben hun dromen voor de toekomst opgeschreven. En dat hangt dan boven hun bed. This is my plan in future. I must have a shop when I'm 25 years old. And I must to be a very good fashion designer. And I want to get from my shop for one day $300. My name is Samantha. I must to do it. Met een tekeningetje van haar winkel die ze later wil openen. Als ik dat zo lees en dan zo'n klein meisje die echt met zo'n grote glimlach naast me staat. En dan denk ik, zij blijft gewoon dromen. En ze is zo blij dat ze het leven teruggeeft. Dat ze gewoon elke minuut wil benutten. Ze is zo leergierig en zin in het leven, weet je wel. En dat vult gewoon je hart. Dan denk je, ja, je geeft echt mensen hun leven terug. Maar we willen natuurlijk nog veel meer meisjes redden. Meisjes die 6, 7, 8 jaar oud zijn en dagelijks verkracht worden. En op dit moment alleen maar aan het bidden zijn, aan het hopen zijn. Wil je ons helpen? SMS dan SK aan naar 4333. Dank u wel.